Oké, sinds deze skin is uitgekomen wil ik hem al kopen. En dan bij Fatal Fields mensen voor de gek houden met de T-pose. Vandaag was hij eindelijk weer terug in de shop. Dus dames en heren, we gaan mensen voor de gek houden met de T-pose. Zijn jullie trouwens al geabonneerd? We zijn bijna bij de 100.000 abonnees. Abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. Bij de 100.000 abonnees is de face reveal. Oké, dames en heren, we zijn in Fatal. Ik moet zo snel mogelijk guns verzamelen. En dan is het tijd om te proberen mensen voor de gek te houden met de T-pose. Look at that, we got a little bit of a sniper rifle. Very nice, okay, very nice. Okay, ik heb een shotgun gevonden, ik ga T-posen. Waar zou ik het gaan doen? Ik heb echt geen flauw idee wat een slimme locatie is. Ik denk ergens hier voor die velden of zo. Wacht, laten we trouwens eerst even die chest openmaken. Wat zo... Thank you very much. We hebben een rocket launcher. Oké. Fuck it. Ik ga hier gewoon staan. Ik blijf nu gewoon net zo lang staan totdat ik iemand hoor komen, oké? In de tussentijd zijn jullie al geabonneerd. Wow, de video is nog geen minuut bezig. En hij heeft al 2 keer gevraagd om te abonneren. Ja, maar we zijn bijna bij de 100.000 abonnees. En dan wat... Oh, hij is op het dak. Hij is op het dak. Zou hij me doorhebben? Heb me alsjeblieft niet door. Heeft hij me echt niet door? What's up, motherfucker? Waar is hij? Waar is hij? Nee, hoezo? Still going strong. We blijven proberen. Oké, ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ga letterlijk... Nee, wacht. Ik pak alleen dat huisje nog, oké? Ik moet iets meer bouwmateriaal. En misschien nog een iets betere kleur dan een grijze gun. En dan gaan we meteen weer heen. Hopelijk misschien ook nog wat shields. Ik verwacht veel van dit kleine schuurtje hier, oké. We hebben wat kogels. We hebben een blauwe pump. Very nice, oké. En een blauwe AK, oké, mega. Wat voor gekke glitch heb ik dat er uit het gras achter mij vandaan komt. What the fuck is dit nou weer? Oké, we pakken deze chest nog. Hunting rifle, prima Jima. Oké, het is heel kut dat je uit het gras om me heen ziet. Hopelijk kunnen andere mensen het niet zien. We gaan weer T-posten, dames en heren. Het moet ooit lukken, oké? Kan niet anders. Inmiddels nog maar 50 mensen levend. Hopelijk komt er even iemand langslopen, jongens. Jullie weten niet hoe lang ik eigenlijk dit al aan het proberen ben. De video is misschien nog maar een paar minuten lang, maar ik ben al een uur aan het opnemen. Ja, maar dit is toch gewoon helemaal kut. De cirkel komt er nu weer aan. Wederom is er gewoon niemand gekomen. Fatal Fields is gewoon echt dood, oké? Fatal Fields is dood. Er is nooit iemand hier. Oké, ik zag daar rechts iemand lopen. Bij al die rams daar, bij dat huisje. What are you going to do? Oké, waar is hij naartoe gegaan? Oh, daar loopt hij. Boe. Got him. Easy peasy. Lemon squeezy. Oeh, gouden scar wil ik ook graag hebben. Hoe gaan we dit even doen? Weet je wat? Fuck it. Ik pop die medkit gewoon letterlijk voor 1 HP. En we gaan met 2 AR's rondlopen. Ik kan niet kiezen tussen de scar en de AK, oké? Ik weet het niet. What are you doing, sir? Hello? Nee, ik heb hem gewoon naar beneden... Oh my god, dat was de meest unsatisfying kill ooit. Ik schoot hem gewoon naar beneden en daardoor ging hij dood. Uh-oh. Wat meteen aangevallen door iemand anders? Oh, hij komt er ook meteen al aan, joh. Got him, ladies and gentlemen. Pro gameplay waarvoor jullie geabonneerd zijn. Ja. Oh, heavy. Oké. Ik denk dat ik het zo ga doen. Dit is een hele rare setup, ik weet het. Maar ja, fuck it. Hey, daar is onze airdrop. Wat krijgen we? Hey, die in het goud. Dat is best wel nice. En de rest hebben we niet echt nodig. Laten we naar al die schoten toe gaan. Wacht eens even. Zie ik daar nou een free snipe shotje? Ga even stilzitten, stilzitten. Ga stilzitten, ga stilzitten. Stil. Ik weet niet eens waarom ik schoot. Dit was nooit raak geweest, maar goed. Oh my god. Het valt me nu pas op dat ik 8 fucking sentry gun turrets heb. 8 sentry gun turrets. Oh, hello there. Oké, volgende keer als hij piekt is hij van mij. Easy peasy lemon squeezy. De snipes are on point. Maar waar schoot hij op? Hij schoot op iemand richting het westen. Oké, gevonden. Oh, dat was een heerlijke shot. Oprecht, dat was een heerlijke shot. Heb ik? Ik heb jump pads. Fuck it. Als dit me dood wordt, is dit het kutste potje ooit. Nee, hij is sowieso aan het madden. Nee, stop met schieten.
Got him, ladies and gentlemen. Kwaliteit gameplay. Oké, ik moet hier echt weg. Oh, ik wil die hebben. Fuck it, ik pak hem gewoon. Fuck de scar. Niemand heeft de scar nodig. Oké, tot nu toe gaat dit potje op zich best lekker. Liggen daar appels? Zijn dat appels of stenen? Ik heb echt geen flauw idee. Oké, dat zijn geen appels. We hebben inmiddels 9 sentry gun turrets. Oh my god. En daar is zojuist iemand dood gegaan. Zou iemand het doorhebben? Ik denk het niet. Oké, dit is heel risky. Er zijn trouwens nog maar 4 mensen levend. Zou dit dan toch uiteindelijk het... Oh my god. Oh my god. Hoezo hoorde ik dit niet? Oh my fucking god. Oké, hier zijn we weer. We zijn inmiddels een dag verder. Oké, ik heb gisteren letterlijk een anderhalf uur opgenomen. En gewoon niemand ging naar Fedel, oké? Het was de hele tijd leeg in Fedel. Hopelijk hebben we vandaag meer geluk, oké? Oh, er loopt iemand in de rode schuur. Oh nee, oh nee, oh nee. Snel, voordat hij hoort dat ik hier ben. Ik wil graag op mijn locatie kunnen staan. Ik hoor shots. Waar is hij? Volgens mij staat hij op het dak. Oh, ik hoop niet dat hij me gezien heeft. Oh, hij loopt letterlijk achter me. Ja. Oké, jammer dan. Oh, 2 sneaky hits. Where you at, man? Oh my god, hij staat hier gewoon. Holy shit. Oké, daar schrok ik even van. Oké, nou die sniper die neem ik mee, dankjewel. En die grenades die wil ik ook wel. Ik moet echt mijn inventory eventjes sorteren, want dit was fucking irritant. Ik weet niet of hier nog meer mensen zijn geland. Ik heb letterlijk niet gekeken tijdens het landen. Sorry, dit is mijn eerste... Oh! Ja, maar dit is helemaal kut, want nu heeft hij me wederom gezien. Waar is hij? Oh, hij is daar. Even snapper reloaden. Hello there, big boy. Ja, het is ook niet zo slim als je zo lang gaat pieken, vriend. Maar nu hebben we al 2 kills in Fatal Fields en... Maar ik wil helemaal geen kills maken. Ik wil gewoon dat mensen in mijn T-pose prank trappen. Maar ja. Ik heb trouwens ineens 1 gekke RPG. Tanks game. Oké, hier gaan we. Nu is het weer tijd om te wachten. Oké, ik hoor de hele tijd shots van rechts achter me. Dus daar zitten sowieso mensen. Maar ik blijf gewoon staan, oké? Ik blijf gewoon staan. A few moments later. Update. Ik sta hier letterlijk echt al 5 minuten. En ik hoor heel veel shots. Maar ik zie niemand. A few moments later. Oké, de cirkel komt eraan. En de border staat fucking dicht bij mij. Dus nu moeten wel mensen van achteren komen, oké? Er komen nu mensen in mijn rug. A few moments later. Oké, nou, ik moet weer lopen. Wat een ongelofelijk saai potje weer. Letterlijk niemand die langs mij gelopen is. Hoe dood is het hier in Fatal Fields? Niemand komt hier. En nu heb ik letterlijk echt een kut shotgun. Een kut AR. Ik heb niet superveel materiaal. Maar weet je wat? We gaan er maar gewoon het beste van maken. Ik hoor overal shotgun. Oké, daar is, denk ik, sowieso iemand. Oeh, baby. Achter mij is ook iemand. Ja, dat is helemaal kut. Ga weg, joh. Vervelende man. Waar is hij? Oké, dat is de eerste neer. Dat is een scar, die wil ik wel. En weet je fucking wat? Ik hou deze shotgun wel. Oh shit, ik word bekogeld. Easy kills! Ik heb geen HP, ik heb nog maar 1 shield. Ik heb wel fucking goede guns. Hopelijk overleef ik dit. Hopelijk kan ik nog shields of iets dergelijks vinden. Hier is sowieso iemand geweest waar ik nu loop, want daar liggen guns. Oké, ik moet gewoon goed opletten. Er zijn nog maar 6 levend. We kunnen die Victory Royale krijgen. Er zijn nog 5 mensen levend en ik hoor shots hier. Ja, op de heuvel letterlijk. Ik wil in dit huisje zitten. Laat me met rust. Ja. Ik weet niet precies wat ik nu moet doen. Daar zit iemand. Die zou me kunnen snipen. Alsjeblieft, niet doen. Dit gaat het punt worden waarop we mensen gaan tegenkomen. Daar zit nog steeds iemand. Denk ik. Ja. Oeh. Oh, hier is ook iemand. Die is dood. Nu word ik beschoten door die guy. Heeft deze guy healing? Oh, hij heeft geen healing. Oké, ik neem die wel mee. En we moeten rennen. De cirkel komt eraan. Ik heb 37 HP. Ik moet iets hebben om mezelf mee te kunnen healen. Oh, hier zit ook gewoon iemand. Ik ben fucking dood. Oh, wat is dit ongelofelijk kut. A few moments later. Oké, staan we weer. Het is hier super druk. Oh, daar staat letterlijk iemand op het dak. Oké.
Weet je wat, ik blijf hier gewoon staan. Kijken of iemand het door heeft. Die twee die vechten het zelf al uit. We staan er weer, dames en heren. We staan er weer. Oh, daar gaat een klinger af. Oh, daar is... Ja, ja. Zou ik ervoor gaan? Zal ik ervoor gaan? Oh my god, hij zag het gewoon. A few moments later. Moraal van het verhaal, dames en heren. Het is niet gelukt. Mensen zijn te slim om in de vogelverschrikker te trappen. Maar we hebben het op zijn minst geprobeerd. We hebben een paar goede potjes ertussen gehad. Bedankt voor het kijken. Zijn jullie nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Bij de 100.000 abonnees is de face reveal. Hey, tot de volgende keer.